Jullie voorstel over parkeren, soepeler parkeerregelingen bij kantoor is aangenomen, hè? Ja, we hebben een motie ingediend als VVD zijnde dat we eigenlijk de parkeerproblematiek willen aanpakken om de kantorenleegstand te helpen. De kantorenleegstand is nu 24%. Dat is echt schrikbarend hoog. En een van de dingen die altijd terugkomt is dat parkeren toch iedere keer weer een item is. Vooral op Bovenkerk, dus bedrijventerrein Bovenkerk en bij Kronenburg. En wat we nu eigenlijk willen is dat daar meer aandacht aan wordt besteed. Dus eigenlijk dat de gemeente meer faciliteert om de ondernemers dus te helpen met hun parkeerproblematiek. Dan heb je bij leegstaande kantoren natuurlijk parkeerplaatsen en ondergrondse parkeerplaatsen. Kunnen die ook gebruikt worden bij leegstaande kantoren? Nou ja, graag wel natuurlijk. Dat is uiteindelijk wel een issue. Vaak worden die parkeerplaatsen nu niet gebruikt omdat ze van iemand zijn. En als die persoon daar niet open voor staat, dan kan je natuurlijk niet echt veel kanten op. Maar dat willen we natuurlijk wel graag. Ja. Dus als die ondernemers dan gezamenlijk gaan praten met die ondernemer die parkeerplaatsen over heeft of ondergronds heeft, dan kunnen ze daar misschien samen uitkomen.